Sommigen zien er een pruim in, anderen een vijg. En nog anderen zelfs een passievrucht. Waarin zie je echter meestal een tros druiven, een banaan of twee, wat appelen en peren en een kaartje met de weinig originele woorden van harte beterschap vanwege de kleinkinderen. Annemie. Oh, een fruitkorf. Fruitkorf, snel en goed. Niet die fouf, hè? Ik heb mij net kunnen inhouden, eigenlijk. Ja, ik ook. Ik was. Zou ik niet. Ja. Goed geniet, Zout. Heel goed. Vraag 2. Opgepast, want deze vraag kan bepaalde vrouwen kwetsen. Wat is niet mooi, maar eerder ranzig en riekt naar kiekensoep? Volgens Clément Peres. Annemie. Foef. Juist. Nee. Ik bedoel... ik denk dat het juist is, bedoel ik. Het goede antwoord was voorwijf. Niet gedaan. Dat is niet mooi, maar eerder ranzig en riekt naar kikkersoep, zeg. Nee, ja. Een heel ander beeld krijgt ineens van Annemie Rab. Dat is toch zo? Als Annemie zo die scène had gespeeld in Basic Instinct met die benen zo, up, had heel die crew, taka, plat achterover, denk ik, Annemie. Je hebt dat, weet dat. Ik zie toch. Lactacit femina. Zie je toch? Dat is niks, Annemie. Dat is jaren Afrika, dat heeft zijn gevolgen. Vraag 3. Welk vierletterwoord begint met een f en eindigt op een f en betekent voor elke jonge knaap de poort naar het ultieme geluk? Annemie? Foef. Mag ik de vraag af? Dat betekent voor elke jonge knaap... de poort naar het ultieme geluk. Oké, de eerste keer ben je nog onwennig en de geur is misschien wat zuurig. Maar iedereen snakt naar het moment dat hij eindelijk de heupen mag losgooien met iemand van het andere geslacht. Alleen jammer dat hij meestal inkom moet betalen, waarvan het grootste deel afgerond wordt door Sabam. Vijf was het goede antwoord. Amai. Sorry. Annemie, er zijn zelfhulpgroepen voor, hè? Noemen ze de Latourette, noemen ze dat, hè? Ah.